Wij produceren twee soorten gras, het recreatiegras en het sportveldengras. Dit is het recreatiegras en het sportveldengras is met name een heel ander type, wat robuuster is, wat ook een heel andere samenstelling heeft, onderbouw heeft, een andere productiemethode heeft voor in de stadion. Dat zijn de twee soorten die wij aanbieden. Het is een natuurproduct en je kunt de natuur niet naar je hand zetten, maar je kunt alleen met de natuur meelopen. En dat is in wezen de kern van een grassoortenkweekbedrijf. Je kijkt wat er gebeurt. Het is droog weer, op tijd beregenen. Het is nat weer, ervoor zorgen dat het water ook snel genoeg van het veld afgaat. Je moet er goed aan denken dat het gras niet te lang wordt, dus dat er te veel gras achterblijft. Je moet ervoor zorgen dat er voldoende voeding aanwezig is, dat de ziektes op tijd herkend worden. Zodat die plant zich mooi kan gedijen, zich kan ontwikkelen, zodat er dan ook een wortelgestel komt, waardoor uiteindelijk een graszode ontstaat. Van grasplantje naar graszode. Dat is in principe het proces waar je over moet waken. Dit hele productieproces dat duurt dan 1 jaar. En na 1 jaar is die zode weer oogstrijp, dus dan is er voldoende samenhang dat wij ze weer kunnen verkopen. Doordat Hendricks zo'n bekende speler is in de stadionmarkt, de voetbalmarkt, en omdat er in zoveel stadions ook intussen al onze grasmat ligt, zouden onze klanten natuurlijk ook daar de link naar leggen van ja, god, als Real Madrid geïnteresseerd is in die grasmat van Hendricks en die ze ook nog goed vinden, dan moet er toch wel iets goed aan het gras zijn. Dus een fan die fan is van Real Madrid, die kan in principe hetzelfde gras in zijn tuin krijgen als hij dat wil. En zodoende zou, denk ik, onze klanten hun voordeel mee kunnen doen. We zijn toch wel sterk geïnteresseerd in de particuliere sector. België is toch een markt waar gemiddeld genomen de tuinen wat groter zijn dan in Nederland en waar ook een andere vorm van tuinbeleving plaatsvindt. Ik denk dat die gegevens, samenvattend dus wat wij zoeken, wat we kunnen bieden en wat interessant kan zijn voor een potentiële partij in België, dat we daar een formule voor zouden kunnen ontwikkelen die naar de toekomst toe grote mogelijkheden biedt.